Dus een lekker in Kees Extra. Maar iedereen doet dat. Op dit groep. Maar we zouden graag willen dat mensen. Lekkere. Nog eens keer. Hallo, welkom bij Lekker in Kees. En dit keer reed ik even Hotkins Noodles Singapoerse. En dat zou neerkomen op honderdduizenden Nederlanders. Ik weet niet wie hem deze nieuws zijn. Het is een lekker, Esther lekker eet met Kees hierheen. Dus, okay. Smakelijk jongens. Lekker eet met Kees Extra. Maar iedereen doet dat. Op dit groep. Maar we zouden graag willen dat mensen. Lekkere. Nick. Leuk vind ik ook lekker. Ik weet nog niet uit mijn hoofd, maar Ik ik hoorde nu de camera in V vast. Normaal staat je op het statief. Nee. Ja, lekker. Nick mag niet hebben, Nick. Mannen in witte pakken hebben een geldgraven. Zijn nu bezig met Nick. Nick, ja. Deze afgelegen plek wordt al 150 jaar gebruikt om mensen te begraven die geen naasten hebben. En laat nu zien hoe ik even een toetje opeet weer. Even hier een lekker toetje. Dus, Goedenavond, het is vrijdag 10 april. Dit is RTL. Ja. Tori. Lekker in, hè? Dus we zijn lekker in het toetje. Dus, ja. Dus jij zijn wat aasgieren hier. Dus ze willen alles hebben hier. Dus, maar ja, kan het altijd, hè? Ze kan niet altijd alles hebben. Ik hoop dat jullie lekker in de Kees hebben gevonden. Toen ben ik naar een blauwe tonkam heeg. Abonneer op mijn kanaal voor mijn leuke video. Volg mijn Instagram. En zie jullie volgende week weer terug met nieuwe Lekker Eten met Kees. En Lekker Eten met Kees Extra. Dat Lekker Eten met Kees Extra gaat net zo lang door dat de crisistijd weer voorbij is. Dus, maar ja, dat duurt wel even. Maar fijn. Dus zeg hem, ik zie jullie volgende week weer. Doei.